Ik heb nog iets. Ja, zeg maar. Over social dingen daar. Social distancing. Social distancing samen met het globalistisch Chinese vleermuisvirus dat onze planeet kwam verpesten, kwam ook het globisch via de media onze taal vervuilen met het barbarisme social distancing. Ja. Wat is er nu mis met het Nederlands begrip veilige afstand houden? Waarom noemen ze dat social distancing? Ten andere, dat is nieuwspraak. Mensen op afstand houden, dat is niet sociaal, dat is asociaal. Je kent Diogenes, dat was die Griekse filosoof die in zijn tong lag. Een amfoor, ja. En Alexander de Grote kwam daar en hij zei: Diogenes, vraag mij wat je wilt en je krijgt het. Dat was de eerste les. En Diogenes zei: ga uit mijn zon. We hebben dit al verteld. Het was hij die de social distancing ingevoerd heeft in het Griekenland van de oudheid. Is social distancing de schuld van de sossen? Absoluut. Alles is de schuld van de sossen. Je hebt toch gezien, Hitler deed zo. Dank u wel voor deze les. De volgende keer leren we u de machten van twee. Of 2 in het kwadraat. Dat is de vraag.